Bon dia, welkom weer bij een nieuwe vlog. Helaas mijn allerlaatste vlog op Curaçao, want mijn stageperiode bij Boca Curaçao zit erop. Super leuke tijd gehad, dus daarom heb ik nog een laatste vlog voor jullie gemaakt. Zo was Ajax op bezoek een paar weken geleden, 3 weken geleden denk ik of zo. Ze hebben een bezoekje gebracht aan het Hato Stadion. Voor de rest hebben we nog lekker gebarbecued bij Dieboy Beach met het huis. Verder ook nog gegeten bij Cabana met het huis. Alleen maar gezelligheid en sportief gewindsurf, dat is ook nog gebeurd. En voor de rest gewoon druk bezig geweest met school. Want, heel leuk, ik ben afgestudeerd. Dus daarom is de vlog ook wat later, omdat ik daar druk mee bezig was. En ja, voor nu veel kijkplezier. Nou, een hele goede middag. Hallo! Het is vrijdagmiddag en Ajax is op bezoek in Curaçao. En waar gaan we naartoe, bootje? Naar het stadion, we gaan ze aanmoedigen natuurlijk. Wie gaat er winnen? Ajax! Wie houden! We kunnen ook gelijk even laten zien. Kaas op Almeida brak en onzeker, want af en toe zijn hier ochtendjes dat we ons erg brak en onzeker voelen. Vandaag zijn we lekker bij Dieboy en zijn we met onze leuke huisgenoten aan het barbecuen. Hey! Het is woensdag, wat gaan we zo meteen doen? We'll be right back.
jou en Bonita. We hebben gisteren een hele gezellige poolparty gehad, toch? Heerlijk! En vandaag lekker op het strand gelegen bij Madeira, wat een dagpas. Super chill, zeker in aanrader als je hier bent. Kost 50 Antilliaanse gulden, dus ongeveer 25 euro. En dan krijg je dus koffie of twee frisdrankjes, snacks, lunch, cocktail. Dus echt top. En nu gaan we weer lekker zuipen. Gedaan, dus we zijn benieuwd of het überhaupt zit, maar ja, we gaan het zien. Zo, we zijn weer terug van windsurfen. Het was super leuk. Ik heb helaas geen filmpjes dat we aan het windsurfen zijn, want we lagen alle drie in het water. En ja, er was niemand die ons kon filmen. Aan de ene kant misschien maar beter ook. Nee, het ging wel goed. Alleen aan het begin was het gewoon even wennen met het draaien en met de wind. Dus er is nog wel een lesje nodig om het helemaal onder de knie te krijgen. Maar ja, wel een keer leuk om gedaan te hebben. En nu lekker naar Zanzibar. Goedenavond, het is dinsdag en ik ben in Pietermaai. Je ziet de gezellige gekleurde huisjes wel op de achtergrond. En ik ga zo meteen uit eten bij Blauw. Ik hoor je denken, dat heb ik in de vorige vlog ook al gezien, dat klopt. Maar het is zo lekker, dus we dachten we gaan nog een keertje eten. Het is een afscheids- en verjaarsetentje van Kaylee, een vriendinnetje van school, dus super gezellig. En daarna gaan we waarschijnlijk naar Barpé, nog even een dansje wagen. En ja, we gaan we zien bij de avond. Leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Goedemiddag, het is vandaag zondag en een iets andere zondag dan normaal. Deze zondag geen fuiken feestjes, maar gewoon lekker aan de studie. Ik heb de hele middag in een koffietentje gezeten aan school, want ik heb morgen mijn afstudeerpresentatie. Super spannend, dus moet ik alles wat ik bij Poco Curaçao heb gedaan de afgelopen periode moet presenteren en verdedigen. En mijn leerdoelen laten zien met bewijsstukken, dus ik heb even een website gemaakt. En op die manier ga ik presenteren, dus best wel een beetje spannend. Maar het moet wel goed komen, denk ik. Ik ga nu nog op de laatste dingetjes voorbereiden en dan ja, gaan we het zien morgen. Fingers crossed! Goedemorgen, het is maandag en ik ben net bij de winkel geweest, want ik heb taart gehaald. En dit niet alleen omdat ik omdat deze week mijn laatste stageweek is, maar ik heb zojuist te horen gekregen dat ik mijn HBO-diploma op zak heb. Ik heb vanochtend een presentatie gedaan en ze waren zo tevreden, dus ja, super blij, heel chill. Dus ja, lekker klaar met school en nu gaan we het vieren. Zo, dit was hem dan, mijn laatste vlog. Hopelijk hebben jullie genoten van al mijn vlogs, maar jullie zijn voorlopig niet van mij af. Want ik vertrek morgen naar Colombia met drie andere huisgenootjes. En hier ga ik ook nog wat leuke filmpjes voor jullie maken, voor de TikTok, voor de vlogs. Dat is helemaal leuk, ik ben heel benieuwd. En ja, misschien tot snel. Ajo!